Vandaag in Achter Gesloten Deuren het aangrijpende verhaal van Nienke en Thomas. Nienke heeft op Ibiza haar vriend bedrogen. Ga je uitrekenen met zo iemand onveilig seks hebben? Ja, ik snap het niet. De gevolgen van het slippertje zijn niet te overzien. Je kan dit niet verborgen houden. Niet voor je familie en ook niet voor je partner. Betekent dit het einde van haar relatie met Thomas? Neuken met een one-night stand en zonder condoom. Hoe stom kan je zijn, zeg? Nienke's onbezorgde leven is voorgoed voorbij. Ik bedoel, is dit het allemaal waard? Eén stomme fout? We maken vandaag kennis met Nienke en Thomas. Nienke werkt op een reclamebureau en Thomas is planner bij een bouwbedrijf. Ze hebben al 4 jaar een relatie, maar na een flinke dip zijn ze nu weer helemaal verliefd. Nienke en Thomas hebben een kinderwens en willen daarom groter gaan wonen. De makelaar heeft een mooi appartement voor hen gevonden. Heerlijke ruime woonkamer, lekker licht, alle gemakken voorzien, het balkon. Eventueel een kinderkamer. Ja, zo'n gekleinkheid dan. Zo ook een kleintje. Oh, ja. Kijk toch gerust even rond. Zijn er vragen, dan hoor ik dat graag van jullie. Ja. Dank u wel. Vind je het leuk, Boet? Kijk. Oh, wat leuk. Ja, ze hebben ook een kleintje hier. Superleuk. Ja, perfect. In het begin dan, is het lang leven de lol en je ziet wel hoe het loopt. Maar als je dan 30 wordt, dan heb je toch wel de behoefte om meer vastigheid of zo te hebben. En ik ben blij dat Nien dat ook heeft. Ja, ik ben er klaar voor. Echt super dit. Ik ben gewoon een beetje klaar met al dat gefeest en lang leven de lol. En er is gewoon zoveel meer dan alleen maar feesten. Ja, dat had je een jaar geleden niet tegen me hoeven zeggen, want toen ging ik echt van naar het ene feest naar het andere feest. Okay. Nou, fijn dat ik jullie het huis mocht laten zien. Ja, bedankt. Okay. Is goed, bedankt. Geen dank, tot ziens. Okay. Dag. Dag. Ik wil gewoon gelukkig worden met Thomas. Maar dan moet ik wel eerst alles tegen hem gaan vertellen. En hij heeft recht op de waarheid. Ik voel me een beetje duizelig. Ja? Dat gaat wel. Nienke voelt zich al een tijdje niet lekker en heeft daarom een bloedonderzoek laten doen. Morgen krijgt ze de uitslag. Gaat hij weer? Ja, nee, het gaat wel. Ik loop al eigenlijk heel lang rond met iets wat ik tegen Thomas wil vertellen. Acht maanden geleden ben ik naar Ibiza gegaan, samen met mijn vriendin Patty en haar. Daar ben ik vreemd gegaan. Ik vind dat hij het moet weten. Vooral nu we definitief voor elkaar kiezen en samen een huis gaan kopen. Misschien komt er wel een kleintje. De volgende dag spreekt Nienke tijdens haar lunchpauze af met Patty, de vriendin met wie ze naar Ibiza is geweest. Nienke wil haar mening horen of ze het slippertje moet opbiechten. Ja, gaat wel. Ja? Ja. Oh, dan zal ik je even een foto laten zien van mijn allernieuwste aanwinst van gisteravond. Wow, Patty. Niet zo... Lekker ding, hè? Ja. Ja, hallo. Jij bent er ook gezwicht voor die Stefano op Ibiza. Mag ik ook even? Ik vind het heel erg fijn dat Nienke bijvoorbeeld zo gelukkig is nu met Thomas. Maar ze zijn wel een beetje ingeslapen met z'n tweeën. Ik bedoel, dat gek doen zoals we vroeger deden met z'n tweeën, dat zit er niet meer echt meer bij. En dat vind ik wel heel jammer. En daarom vond ik het zo leuk om met haar naar Ibiza te gaan. Gewoon met z'n tweeën, als 2 vriendinnen. Gewoon lekker gek doen. Zit je ermee? Ja. Nee, ik zou het niet... Alsjeblieft. Nee, ik zou het niet gaan vertellen, hoor. Ja, kom op, hè. Ik moet het hem toch wel gaan vertellen. Nee, dit is 8 maanden geleden nu ongeveer, toch? Ja, 8 maanden te lang. Het heeft haar alleen maar goed gedaan. Ze is er echt een leuker mens van geworden. Ja, nee, echt. Ja. Ik snap niet eens goed wat het probleem is. Toch hoeft het toch gewoon niet te weten. Zal ik jou eens even vertellen wat deze knapperd gisteren allemaal misdaan heeft? Hij bakte er helemaal niks van. Hij was echt zenuwachtig of zo. Hij was echt aan het stuntelen. Ja. We zijn wel slecht. Nou, slecht. Wil ik ook weer niet zeggen. Maar hij was een beetje ongemakkelijk of zo. Ik weet niet. Een beetje verlegen. Ik kreeg mijn blouse niet los. Ja. Met dat is wel een schatje. Nienke heeft zometeen een belafspraak met haar huisarts. Maar ze wil het telefoontje liever niet in het bijzijn van Thomas doen. Ja. Ik ga. Oh. Heb je een drukke dag? Ja. Veel afspraken. Nou. Ik ben om 6 uur thuis, denk ik. Oké. Okay. Doei. Doei. Veel plezier vandaag. Regen. Oh, vergeet de dokter niet, hè? Nee, doe ik niet. Oké. Okay. Doei. Goedemorgen, u spreekt met Nienke Bakker. Ik bel even vanwege de uitslag van het bloedonderzoek. Ja. Oh, alleen persoonlijk. Nee, ik begrijp het. Oké, dank u wel. Dag. De assistente kan de uitslag van het onderzoek niet telefonisch geven. Nienke moet daarvoor langskomen in de praktijk. Ik kom voor Dr. Nuising. Voor Dr. Nuising mag u hier de gang in lopen en de eerste deur aan de rechterhand. Oké, dank u wel. Nienke weet niet of dit een normale procedure is en of ze zich nu zorgen moet maken. Haar huisarts heeft slecht nieuws. Binnen. Hallo. Dag Nienke. Ga zitten. Ja, ik heb je even laten komen omdat ik persoonlijk met je het een en het ander wil doornemen over de testen die we laatst hebben laten doen. Omdat je je niet zo lekker voelde. En je was moe en je had concentratieproblemen en duizeligheid. Nou, uit die testen is het een en het ander voorgekomen. En blijkt dat je HIV-positief bent. Wat? Ja, het is natuurlijk hartstikke schrikken. Ik wil nog niet zeggen dat je leven ten einde is. En... Ik ben 8 maanden geleden ben ik vreemd gegaan met iemand en in Ibiza. Ik heb met hem gevreden zonder condoom. Maar er zijn een aantal mogelijkheden die we aan kunnen grijpen voor behandeling. En het is heel goed te behandelen. Je zult er niet aan genezen, maar je kunt stabiel zijn en nog heel lang leven. Dus HIV-positief wil nog niet meteen zeggen dat je ook AIDS hebt. Dat ontwikkelt zich vaak pas later. Weet je vriend dat je vreemd gegaan bent? Nee. Nee, die weet het niet. Het is wel van heel erg groot belang dat jij je omgeving, dus ook je vriend, op de hoogte stelt. Je zult de komende tijd met condoom moeten vrijen met hem. Kan ik verder nog iets voor je betekenen? Nee. Eigenlijk mijn gewoon echt heel erg bang. Bang dat ik dat mijn weerstand achteruit gaat en dat ik aids krijg. Dat ik misschien dood ga. Ik weet. Ik weet niet wat ik moet doen nu. Wat moet ik Thomas nou vertellen? Nienke is radeloos en wil haar verdriet met iemand delen. Maar ze durft nog niet tegen Thomas te zeggen dat ze HIV heeft. Daarom spreekt ze af met Patty. Hey. Hey, Pat. Hey. Wat is er? Ik heb het uitslag van bloedonderzoek binnen. En? Ik heb HIV. HIV. Hoe kom je daaraan? Of van die pizza? Van die pizza, dat moet wel. En nu? Hoe ga je Thomas vertellen? Moet ik nu vertellen tegen hem dat hij misschien wel HIV heeft en dat we nu ons hele leven maar gewoon met condoom moeten vrijen? Ik zou je heel graag willen helpen, maar... ja, ik weet niet zo goed hoe. Iets in mijn lichaam maakt me gewoon ziek. Je hebt een one-night-stand, dan ga je toch niet gelijk onbeveiligd? Ja, het komt gewoon door die kut-ecstasy. Als ik dat niet had gebruikt, dan... Sorry? Ja, dat was het waarschijnlijk gewoon niet gebeurd. Ga je mij nou de schuld geven van die ecstasy? Die ecstasy, dat heb ik wel aan haar gegeven. Ja, oké, gewoon om even gewoon een leuk feestje te bouwen. Dat doen we wel vaker, weet je wel. Maar ik heb het niet in haar mond gestopt. Dat heeft ze nog altijd zelf gedaan, weet je wel. Nou ja, ik snap het niet. Nou, het is wel kut. Nienke weet dat ze Thomas moet vertellen dat ze HIV-positief is. Maar wanneer is het een goed moment? Hey schat. Hoe was je dag? Ik heb een verrassing voor je. Ons bod is geaccepteerd. Super, hè? Ja, het ging bijna niet door. Maar op het laatste moment toch? Ja, echt te gek. Ja, stom, hè? Vergeet ik helemaal te vragen hoe het bij die dokter was. Die schat. Ik heb bloedarmoede. Bloedarmoede? Ja. De dokter zegt dat het beter is om de zwangerschap even uit te stellen. Ja, maar dat is toch maar tijdelijk ook? Bloedarmoede, dat... Ja. Ja, dat maakt toch niet uit? We wachten gewoon met die zwangerschap. Ja. Over kinderen kan ik nu al helemaal niet meer nadenken. Ik voel me zo vies. Ja, ik ben blij dat het niks ernstigs is, want ja, het belangrijkste is gewoon dat ze lekker bijkomt. En we moeten het ook positief bekijken. Nu hebben we gewoon wat meer tijd om aan het huis te werken. En als er eventueel nog een kleine komt, is het ook voor iedereen beter dat ze gewoon lekker gezond is. Ik denk wel dat het beter is dat ik even een paar dagen naar mijn ouders ga. Om even aan te sterken. Ja. Komt goed. Ik zit gewoon in één grote nachtmerrie. Ik noem mijn Thomas. Hij vertrouwt me door en door. Ik kon het hem nu toch niet vertellen. Nu die al die hapjes en... Hij zou zich zo gekwetst voelen. Ik ben gewoon bang. Ik bedoel, is dit het allemaal waard? Eén stomme fout? Eén... Ik weet nog niet eens wat het precies inhoudt, HIV. Ik weet nog ineens hoe het met mijn eigen toekomst zit. Nienke gaat een paar dagen naar haar ouders in Zeeland. Ze hoopt dat ze haar goede raad kunnen geven, ook al is HIV iets wat ver van hun afstaat. Ik heb geen idee hoe ze zullen reageren. Ik moet er denk ik ook maar zo min mogelijk over nadenken. Haar moeder denkt dat Nienke om een heel andere reden een paar dagen komt logeren. Was het druk onderweg? Ja, wie weet komt er straks een baby. Dat hoop ik tenminste wel. En ja, dan zie ik mijn dochter ook wat vaker. En ik kan lekker op mijn kleinkind passen. Dus ja, dat lijkt me wel leuk, ja. Moeder Hanneke laat vol trots de nieuwe tuin zien, maar Nienke is met haar gedachten ergens anders. Gezellig toch? Nienke durft die dag nog niet over haar ziekte te beginnen, maar de volgende dag raapt ze al haar moed bij elkaar. Alleen is ze even vergeten hoe wereldvreemd haar moeder soms kan reageren. Is er iets, kind? Ik ben toch 8 maanden terug met Patty naar Ibiza gegaan. Ja? Ik ben daar vreemd gegaan. Jij? Ja. Ik ben vreemd gegaan. En heb je nu een relatie? Nee, ik heb geen relatie. Wat dan? Ik heb helemaal geen bloedvermoeden. Wat heb je dan? Ik ben HIV-positief, man. Dat is toch die homoziekte? Dat kan jij toch niet hebben? Hoe dan? Van 1 keer? Maar dat is toch, dan heb je toch aids? Ga je dan dood? Ik weet het niet. Er zijn gewoon hele goede medicijnen voor. Volgens de dokter kan je er heel erg oud mee worden. Ik voel het best. Het is mijn dochter. Ik voel het allemaal. Ik wil ook best wel troosten. Maar ik zit eigenlijk met mezelf nog heel erg in de knoop. En ik vind het gewoon heel moeilijk om haar dan te troosten. Nou, ik kan... We moeten het aan je vader vertellen en je moet het aan Thomas vertellen. Maar voor de rest ga je... Ja, ik kan het aan niemand vertellen. Dat kan niet hier zo. Dan weet iedereen het. Dat mijn dochter een homoziekte heeft. Ik durf niet eens meer naar de winkel straks. Want dan denken ze dat ik het ook heb. Nienke is teleurgesteld in de reactie van haar moeder. Ze had op meer begrip gerekend. Later die middag vertelt ze haar geheim ook aan haar vader. Het is stom wat ze gedaan heeft natuurlijk. Maar ja, je komt allemaal wel eens in de verleiding. En ze heeft gewoon pech gehad. Zo is het. En we moeten verder. Hoe dan ook. We zullen er steunen waar we kunnen. Je ziet er eigenlijk heel goed uit. Weet je dat? De man is ziek. Hey. Ja, ik wou het eigenlijk niet aan mijn vader laten zien, maar... Eigenlijk ben ik gewoon echt heel erg bang. Ja, ze zeggen wel dat er medicijnen voor zijn en dat je er heel oud mee kan worden. Maar toch, die zekerheid kunnen ze je toch niet geven. Weet je, je gaat in ieder geval niet dood. Daar ben ik blij mee en je moeder is er ook blij mee, dat weet ik zeker. Ze laat het dan wel niet zien. Maar ja, je kent je moeder. Ja, wat betreft Hanneke, ja, die is een beetje vastgeroest hier in het dorp. Ik heb al gezegd, je moet gaan werken zodat je horizon wat kan verbreden. Maar ja, ze zit altijd in de tuin. Maar daardoor zit ze vast. En daarom reageert ze ook op deze manier. Hey. Komt allemaal wel goed, meisje. Hey. We gaan er het beste van maken. Nienke is een paar dagen bij haar ouders om tot rust te komen. Maar die zetten haar juist onder druk. Iets makkelijk. Zeg Nienke, heb je Thomas eigenlijk al verteld? Nee. Ik twijfel nogal of ik het hem wel of niet moet gaan vertellen. Ik ben bang of ik hem anders misschien kwijt ga raken. Ik zou het fijn vinden als jullie het nog even geheim willen houden. Dat kan toch niet? Hij is toch de eerste die het moet weten? Want jij bent degene die vreemd is gegaan. Hij kan ook gewoon besmet worden, toch? Dat moet hij toch weten? Je moet het hem zeggen. En hoe zit het dan met die baby? Dan kan je ook geen baby krijgen, zeker? Voorlopig komt hij er niet, man. Ik denk, mijn moeder zal echt alleen maar aan zichzelf. Bang voor haar eigen reputatie. Boos dat zij misschien wel geen oma wordt. Ik snap gewoon geen één keer aan mij hoe het voor mij is. Hoe het met mijn toekomst staat. De spanning wordt Nienke bijna te veel. Ik kan niet slapen. En nog kotsmisselijk. Oh. Dat zal door de stress komen. Een gevoel of ik zo meteen moet overgeven. Ja, dat krijg je ervan, hè? Als je niet eerlijk bent. Nou, ik ga me proberen een beetje te slapen. Nienke denkt dat ze misselijk is van de stress. Maar is er misschien iets anders aan de hand? Nee, niet zo goed. Heb je dat eens vaker dat je 's morgens zo misselijk bent? Ja, iedere ochtend eigenlijk wel. Oh, shit. Nienke hoopt dat ze niet in verwachting is, zeker niet omdat ze HIV heeft. Op aandringen van haar moeder halen ze voor de zekerheid toch even een zwangerschapstest bij de drogist. Ga even een bakje thee maken? Of wil je het liever nu meteen doen? Ik denk dat ik gelijk naar boven ga. Ik ben zwanger. Wat moet ik nu? Straks wordt het ook ziek. En mijn moeder die wil zo graag oma worden. Toen ik gestopt was met de pil. Ik heb gewoon niet goed opgelet. Nienke. Rustig maar. Het komt echt allemaal weer goed. Het komt echt weer goed. Nienke heeft haar huisarts gebeld over de zwangerschapstest. Ze weet niet of ze het kindje wil houden. Voordat ze naar Thomas gaat, bezoeken we eerst de dokter. Je had thuis al een testje gedaan en die was positief. En dus wij hebben zelf ook nog opnieuw testen gedaan. En die wijzen uit dat je 8 weken zwanger al bent. Het is natuurlijk niet helemaal uit te sluiten dat dit kind ook HIV heeft. Kijk, testen na de geboorte zullen uit moeten wijzen of dat het geval is. Maar het is natuurlijk wel een hele grote verantwoordelijkheid die op jou ligt. Ik ga Thomas vertellen dat ik ben vreemd gegaan en dat ik HIV heb. Ik wil hem gewoon nog niet vertellen over de zwangerschap. Ik wil hem daar niet mee onder druk gaan zetten. Als je wil, maak even een nieuwe afspraak voor jullie samen. En dan kan ik dingen met jullie bespreken. Ik weet niet wat goed is. Maar je hebt nog even de tijd. Voor de 12e week kan je nog altijd een abortus laten uitvoeren. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je ook hierin weer emotioneel gesteund gaat worden. Je kan dit niet verborgen houden. Niet voor je familie en ook niet voor je partner. From this moment, how can it feel this wrong? Hey. Wat doe jij hier nou? Ja, ik ben even naar huis gekomen. Is het goed met je ouders? Ja. Wat een verrassing, joh. Ik denk, jij komt over een paar dagen pas. Leuk je te zien. Is dat? Is dat al laat? Ik moet je wat vertellen. Toen ik met Patty op vakantie was, toen ben ik vreemd gegaan. Vreemd gegaan? Met wie? Nou ja, het was een one night stand. Ik heb daar met hem gevreden. Dat was voor 1 keer. En Patty weet dat ook. Hij heeft al die tijd niks verteld tegen mij. Zij ook niet. Nee. Lekker bedacht om het achter te houden. Ja. Dus, wat wil je nou verder dan? Wat wij hebben, dat betekent dus niks voor je. Wel, maar... Ja, ik vind dat echt kut. Ik had het nooit verwacht van jou. Ja, dat is niet het enige. Ik heb daar... Ik heb met hem zonder condoom gevreden. Godverdamme, hoe... Ja? Ik heb geen bloedarmoede. Ik heb HIV. Hoe kan je, godverdamme? Hoe kan je nou zo stom zijn, joh? Godverdamme. Ik weet gewoon niet wat ik moet. Echt, dat vreemd gaan, dat had ik al nooit verwacht, maar de HIV. Ja, volgens mij beseft ze niet eens wat ze gedaan heeft. Hoe stom kan je zijn, zeg? Jezus, dat je nog te vreemd gaat is tot daar aan toe. Maar neuken met een one-night stand en zonder condoom vind je dat... Doe normaal, Nien. Heb ik het ook? Dat weet ik niet. Jezus, hé, echt. Ik hoef je gewoon echt even niet meer te zien. Donder op. Dat had ik anders kunnen verwachten. Ik ben gemaakt dat ik ook gay ben. Het is mijn eigen schuld. Straks is de relatie met Thomas definitief voorbij. Ik vond het vooral wel jammer dat Nien dit pas zo laat had verteld dat ze zwanger was. En houdt Nienke het kindje of pleegt ze abortus? Oh, ik kan het toch niet in mijn eentje beslissen. Het is ook Thomas een kind. Thomas weet nog steeds niet dat zijn vriendin zwanger is. Nienke overweegt een abortus, maar omdat ze twijfelt vraagt ze haar vriendin Patty om raad. Gaat het goed? Je ziet er een beetje moe uit. Nee, het gaat helemaal niet goed. Je weet toch dat ik al een tijdje misselijk en zo ben? Ja. Ik heb een zwangerschapstest gedaan en ik ben zwanger. Is het zeker? Shit. Shit. En nu? Nou, ik zit erover te denken om een abortus te doen. Abortus? Nee. Nee, daar moet je echt wel even goed over nadenken, hè, abortus. Je wilt er graag een kind. Nou, ik had het niet echt zien aankomen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, weet je, ze wil wel heel graag een kind. Dus ik vind een beetje... Ja, waarom dan opeens een abortus? Ik snap het hoor, qua HIV-positief en dat soort dingen. Zou ik het ook wel hebben, maar... Ja, ze wil zo graag een kind. En ik denk, als dat hierna niet meer lukt... Dus pleegt abortus, dan krijgt ze alleen maar spijt van. Maar kun jij het over je hart verkrijgen om abortus te plegen? Ja, de dokter zegt al dat er medicijnen voor zijn en dat de kans heel erg klein is dat het kindje HIV krijgt. Maar toch, straks krijgt het kindje dat wel. Ik weet dat jij heel graag kinderen wil hebben en nu ben je zwanger en er zijn goede medicijnen, dus... Ik wil gewoon niet dat je spijt krijgt als je abortus laat plegen, snap je? Oh, ik kan het toch niet in mijn eentje beslissen. Het is ook Thomas een kind. We moeten dit samen beslissen. Nienke is na de ruzie met Thomas bij haar ouders ingetrokken. Ze piekert over de toekomst en geniet er helemaal niet van dat ze in verwachting is. Als ik nou gewoon helemaal gezond was geweest, als alles normaal was... dan had ik gewoon straks met een kleintje kunnen komen. Had zij kunnen oppassen en... Ik weet niet of ik het nou moet houden of niet. Straks moet ik het in mijn eentje opvoeden. Heb jij nog iets van Thomas gehoord? Nee. Ik vind het wel echt heel erg fijn om hier te zijn. Ja? Ik ben ook wel blij dat je er bent eigenlijk. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het heel vervelend vind dat ik zo tegen je uitgevallen ben. Oh, sorry. Dus, weet je, je bent gewoon mijn dochter en je betekent gewoon alles voor me. Het is wel heel belangrijk voor me dat je gezond bent en ik wil dat je weet dat ik er wel voor je ben. Ik ben blij dat je er bent en dan nou, ik hoop dat alles goed komt. Even kijken waar ik het in heb gedaan. Dat heb ik van mijn moeder gekregen toen ik zwanger was. En ze zeggen dan, als je dat gedragen tijdens de zwangerschap, dat je dan contact hebt met je baby. Dus als jij dat dan draagt, dan heeft de baby contact met jou. En als hij dan geboren is, dan herkent hij je eraan. Dankjewel, alsjeblieft. Het is een paar dagen later. Thomas heeft Nienke ge-sms'd dat hij naar Zeeland komt om te praten. Hij zit vol vragen en heeft een besluit genomen. Goedemorgen. Nee. Thomas komt vandaag praten. Oké. Ja, ik weet niet of ik nou blij moet zijn of niet blij. Ik bedoel... Het kan zo zijn dat hij met me verder wil, maar het kan ook zijn dat hij nu gewoon definitief met me kon breken. Je doet het hartstikke goed, meisje. En je moet het maar gewoon over je heen laten komen. Ik ben hartstikke trots op je. Hey, Poets! Cor! Hey! Poets! Hey, lieverd! Nien is natuurlijk stom geweest en ze heeft me belazerd met een ander en domme dingen gedaan. En HIV is definitief, dat weet ik ook wel. Maar ik wil wel verder met haar. Ik heb test laten doen. En ik heb geen HIV. Dus ik zat na te denken en... hoe zou je het vinden om het nog een keer te proberen samen? Het was zo fijn toen hij dat zei. Het is zo'n ontzettende opluchting. I've been searching a long time. Someone exactly like you. Nienke is dolgelukkig dat Thomas haar weer terug wil. Is dit dan misschien ook het moment om te bekennen dat ze zwanger is? Ik wil je eigenlijk nog wat vertellen. Ik heb iets nog voor je achtergehouden omdat ik je er niet mee onder druk wou zetten. Ik ben namelijk zwanger. Echt? Echt waar? Ja. Ah, echt ongelooflijk dit. Ik denk, wat gaat ze nou weer vertellen? Maar ik word vader. Het is toch niet normaal? Echt? Echt een droom die uitkomt. Ik wou het je nog niet vertellen, omdat ik wou het je eerst gewoon... Ja, ik wou je daar niet mee onder druk zetten. Nee, oh. Ben je niet boos? Nee, tuurlijk niet. Dit is toch perfect? Ik ben echt zo blij. Zo blij dat nu gewoon dat we alles hebben gezegd en helemaal eerlijk zijn. En dat ik geen geheimen meer voor hem heb. Ik ben echt een opluchting is dit. 6 maanden later zoeken we Nienke en Thomas nog 1 keer op. Ze zijn verhuisd naar een nieuwe woning en Nienke is bevallen van een kerngezond dochtertje. Ik vond het vooral wel jammer dat Nien het pas zo laat had verteld dat ze zwanger was. Omdat, ja, dan kan je toch weer wat meer samen delen en zo. Maar ik begrijp ook waarom en het ligt wat gecompliceerder allemaal. Ik ben gewoon van plan om een goede vader te zijn. Alles te doen wat ik kan. Hey! Hoe is die? Hey. Goed? Oh, ik ga gelijk. Hi. Oh ja, wil je? Ja, ik zal wel wat ik wil. Ja, ik zal wel draaien, hoor. Kom maar. Nee, ik ga het straks wel uitpakken. Oh, wat leuk. Ik ben zo ontzettend trots op Thomas. Ik wist natuurlijk altijd dat het een geweldige man was, maar dat blijkt nu wel weer. En het is een fantastische vader. Ja, natuurlijk lig ik nog vaak wakker over wat er gebeurd is en ik kan de tijd niet terugdraaien. Ik kan er alleen maar heel veel van leren. Gelukkig is ons dochtertje Roos helemaal gezond. Zij heeft gelukkig niet hoeven boeten voor mijn fouten.